van vriendinnen. Het eindelijk 0 in winst. De 1-0 kwam later dan verwacht. Maar het zwang verdiend om te winnen. Ja, ik denk zeker verdiend. Als je naar de eerste helft kijkt, denk dat we al zeker 200% kansen krijgen die we eigenlijk al moeten maken. Dan maak je onszelf iets makkelijker in ieder geval. Alleen, dat doen we niet. Maar we spelen wel bij vandaag echt goed voetbal. Nou ja, en we moeten geduld houden. Dat hebben we gedaan. Onze organisatie stond goed. En dan zie je dat die enkel goed valt. En dan zitten we er ook in. De tweede helft vond ik dat u iets minder voetbalde en iets meer met die lange bal gingen werken. Was dat bewust of was dat gewoon een ingeving van het team? Zij kregen ons systeem een beetje door. Ze weten inmiddels dat we 5-2 spelen. Ja, dat ken je dan inmiddels. En daar hebben ze ook oplossingen voor bedacht. Ja, dan is het wel moeilijk om voetballen. Dus ik denk dat het een beetje was. En dan kom je op het terrein, dan sta je 2 minuten op dat terrein en dan maak je die 0-1. Dat ging er door weer heen. Ja, fantastisch gewoon. Ja, echt, voor het team, de eerste playoffs wedstrijd super belangrijk. En voor mezelf ook gewoon geweldig. Ja. Dat je team zo mag helpen. Ja, ook Ajax speelt vandaag 0-1. Dus waarschijnlijk zal het een duel tussen jullie 2 worden. Ja. En dan worden dus zeker die 2 wedstrijden 2 heel belangrijk. Ja, die zijn zeker cruciaal. Alleen deze wedstrijden zijn net zo belangrijk als het tegen Ajax. Dus nog 5 wedstrijden en als je 5 wedstrijden wint, dan sta je heel goed. Dan sta je er inderdaad heel goed voor. Als je vandaag Twente vooral de eerste 30 minuten ziet, dan brengen jullie heel goed voetbal. Dat was voetbal van Champions League niveau. Dat is de weg waarop je verder moet waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja, absoluut. We hebben het PSV 2 weken terug hebben we het al laten zien, de eerste 20 minuten dat je gewoon super goed voetbalt. Alleen dan vergeet je de kansen ook weer af te maken. Dat moeten we leren, dat we dan wel onszelf belonen met dat goede voetbal. Oké. Goed. Dan wens ik heel veel succes de komende wedstrijden en we zien het. Ja, dankjewel. Dankjewel.